Het is weer uitkijken naar vrijdag, want dan zien we alweer de zesde show van The Masked Singer op VTM. Momenteel strijden nog zeven figuren voor de winst. Konijn, ijskoning, schorpioen, flam fatal, mispoes, ridder en papegaai blijven wel een mysterie. Dag Chloe, welk figuur is jou deze week opgevallen? Papegaai is toch wel een figuur die voor veel verwarring zorgt. Presentator Niels de Stadsbader zei al dat hij papegaai de verrassendste ontmaskering vond. Zo verrassend zullen veel kijkers die nogthans niet meer vinden. Het mysterie rond de identiteit van papegaai is onlangs namelijk een beetje afgenomen. In Behind the Mask over edelhert Johnny Logan zijn ze bij VTM even vergeten papegaai te blurren. Hij kwam dan wel met zijn rug naar de camera in beeld. Veel kijkers meenden toch thuisacteur Matthias Vergels te herkennen. En die heeft zich blijkbaar nog verdachter gemaakt, hè? Klopt dat? Ja, afgelopen weekend deelde Matthias plots een foto van zichzelf met een gelijkaardig groen glittersjaaltje. Lijkt er toch op, hè, schreef hij erbij. En met de hashtag Coco deed hij er nog een schepje bovenop. In het eerste seizoen zagen we plots ook filmpjes verschijnen van een heleboel verdachten waarin ze beweerden dat zij een van de figuren waren. Dat Matthias en ook Average Rob, recent in Dancing with the Stars, zich zo verdacht proberen maken, kan in opdracht zijn van VTM. In principe mag er natuurlijk niks verklapt worden, want dan riskeren de kandidaten en medewerkers een boete van 200.000 euro. Maar toch is daar een dunne lijn, heb ik opgevangen. Ja, inderdaad. Het verbod iets te verklappen hield Asser en Zeymana niet tegen om een uitdaging van de andere Masked Singers aan te gaan. Zo verklapte hij in Behind the Mask dat hij het woord robot moest gebruiken in een van zijn voetbalcommentaren op het EK voetbal afgelopen zomer. Enkele kijkers denken Matthias Vergels een gelijkaardige uitdaging heeft gekregen. In een thuisaflevering van een tijdje geleden bekijkt Louis met kleine Leo een prentenboek. Eerst heeft hij het over een aap, maar dan klinkt ook, ja, dat zijn papegaaitjes. Kijkers zijn er nog niet helemaal uit of het een beetje vergezocht is of het toch om een uitdaging zoals die van Aster gaat. Dankjewel, Chloe. We onthouden dus dat we verborgen boodschappen in de gaten moeten houden.